Lieve bijna volwassenen, droom groot en werk hard, maar beloof me één ding. Maak ook wat van je leven nu je het hebt. Ja, volwassen worden is niet voor watjes, maar gelukkig kunnen we best wel wat hebben. Welkom allemaal. En dan wil ik natuurlijk niemand minder dan schrijfster Francine Ome vragen om te komen zitten. De talentvolle Annette Schaap, die jullie hier ook al hebben zien tekenen, vraag ik ook heel graag om hier op de bank te komen zitten. En natuurlijk psycholoog Anne Marsman, welkom. Ga lekker zitten. Nou Francine, we zijn super benieuwd naar jou, naar het nieuwe boek. Maar ik ben natuurlijk ook super benieuwd naar Juriaan, die gooide iets op TikTok. En toen kreeg jij dat binnen en hoe voelde dat voor jou? Kun je ons even meenemen naar dat moment? Juriaan Hendricks is een 25-jarige student. Hij is 26 inmiddels, geloof ik. En hij had een beetje een dipje. Hij zat in de trein en hij was down, hij was afgestudeerd. En hij had al 2 maanden nog geen baan. Dat was voor hem heel erg lang. En hij dacht van, nou, wie kan mij helpen? Ik heb hulp nodig. En toen dacht hij eigenlijk gewoon heel melig, oh, Francine Ome. En dus die heeft gewoon in een opwelling, het is eigenlijk een filmpje van een paar seconden, van wanneer dropt Francine Ome weer zijn boek, want we hebben daar nodig. En dat is viral gegaan. Ik had helemaal geen TikTok. En, maar wat nu mijn uitgeefster is, die stuurde mij een berichtje en die zei, nou, je moet toch even kijken. Toen heb ik een 11-jarig meisje opgebeld. En die heeft mij geholpen TikTok te installeren. En die heeft ook even uitgelegd hoe ik filmpjes kan maken. En het toeval wil, maar ik geloof niet zo erg in toeval. Ik geloof meer in de bedoeling van de dingen. Dat ik die middag me zat af te vragen, wat zal ik gaan doen nu? Want ik heb tijd voor een nieuw project. En ik had al wel in de gaten dat er in de generatie van mijn kinderen, die zijn begin 30, dat er best wel wat aan de hand is. Dat er merkwaardig veel vrienden van hen thuis zaten. Met sommigen met een depressie, sommigen met burn-out. En, dus ik was al wel zeg maar een beetje alert op ja, dat er iets aan de hand was. En toen ik zag hoe viral dat ging, toen bedacht ik van, nou, ik denk dat dit de bedoeling is. En eigenlijk, ja, bij mij gaat het in mijn hoofd dan heel snel dat ik dacht, oh, het is eigenlijk best wel interessant. Hoe zou Rosa het nu maken, 10 jaar na dato? Dus toen heb ik ook in een impuls gezegd, oké, dat ga ik doen. Ik ga een nieuw overlevingboek maken. En mijn uitgeefster wist nog van niks. Annette wist ook nog van niks. En niemand wist van niks. Dus ik zei van, ik wil graag met 10 mensen een biertje drinken en graag horen van jullie waar jullie tegenaan lopen. En toen ging dat nog viralderder, dat filmpje. En toen kreeg ik in een dagtijd 4.500 e-mails met lange verhalen. 4.500? Ja. Dus mijn inspiratie, die had ik wel binnen. Zeker. En hoe was dat voor jou om weer in die wereld van Rosa te duiken? Vond je dat moeilijk? Ik vond het wel heel spannend. Want ik kan natuurlijk een leven, ook een fictief leven, kan 100.000 richtingen opgaan. En ik heb het dus eigenlijk, het proces van dit hele boek is helemaal anders dan ooit. Ik zie het echt als bijna een soort co-creatie. Als die Julia niet had gedaan, als die reacties van jullie er niet waren geweest, als. En ik heb het dus omgekeerd eigenlijk. Eerst kwam ik een beetje, nou, kreeg ik last van keuzestress natuurlijk. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon de karakters die in mijn Hoe Overleven Wereld bestaan, ga ik een soort van interviewen. Annette, ben ik heel benieuwd naar, hoe was het voor jou om weer in die hooiwereld te treden? Je hebt natuurlijk al die tekeningen gemaakt. Ineens werd je verrast door Francine met, hey, ik ga nog een boek schrijven. Ja, eerlijk gezegd, ik zat er niet op te wachten. Nee, ik was bezig met heel veel andere dingen. En het is een als illustrator een hoepje gaat meteen verzitten. Het is een heel deel van mijn carrière als illustrator is toch wel bepaald door hoe overleef ik. Het was ook niet van het begin af aan. Het begon klein en het werd heel groot. Dat wist ik ook niet. Wist jij ook niet. Nee. En dat was op een gegeven moment zeg maar tot het eind. Het heeft iets van 12, 13 jaar geduurd of zo, zoiets, 14.
Nou ja, dertien, denk ja. ik, ja. 12, en 13 het begon jaar. Met een paar boeken. En boeken is natuurlijk mijn vak. En het eindigde met veel meer. Vooral door de tijdschriften ook. Ontzettend veel werk. En wat iedere keer kwam. En dat had een hele goede kant. Namelijk, ja. Ik kon ervan leven. Met mijn gezin. Dus dat was fantastisch. Ja. Maar ontstond toen ook al een soort verlangen in mij om helemaal iets heel anders te doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. En dat is ook gebeurd. Toen overleef ik klaar was ik even in paniek van waar moet ik nu van leven met mijn gezin. Maar toen kwam er ook al gauw Lampje. Nou ja, de eerst het schrijven en toen na 3 jaar mijn eigen boek. En dat hopelijk gaat dat verder. Dus dat kon ook alleen maar in de ruimte ontstaan die er was toen Hoe Overleef Ik afgelopen was. Was jij ook een groot fan van de serie? Heb je ook veel boeken ervan gelezen? Ja, zeker weten. Ik ben 33 overigens, dus ik ben ik ben zeker wel ook hooi-generatie. Dus volgens mij kwam ik er laatst op uit dat ik 8 boeken volgens mij wel gelezen heb. Dat zijn er best veel. Dat zijn er best veel. En ik was wel ook echt een periode dat ik echt voor de boekenwinkel lag als er een nieuwe kwam. Oh, dus ik wow. was wel echt fan. Ja, zeker. Nou. Anne Marsman is psycholoog en ze is een hele bijzondere psycholoog, vind ik. Omdat als we het hebben over alles wat ik niemand vertel, de meeste wetenschappers die hebben het niet over zichzelf. Die houden zichzelf, psycholoog, psychiater, houden zichzelf verre van wat ze doen op zakelijk gebied. En Anne is anders daarin en daar heb ik ontzettend grote bewondering voor. Dus dat jij wel jouw eigen persoonlijke geschiedenis inzet om nog beter jouw werk te doen. Het boek heet Hoe Overleef Ik Alles Wat Ik Niemand Vertel. Mm-hmm. Merk je dat ook zelf, dat deze generatie eigenlijk niet heel veel meer praat over wat hun dwars zit en wat met hun gebeurt? Ja, dit is natuurlijk een mooie vraag. En ik heb me sowieso... ik heb ook een achtergrond als wetenschapper. Ik ben gepromoveerd, dus ik hou van dingen begrijpen. En ik heb me heel erg afgevraagd wat deze generatie überhaupt is. En ik denk eigenlijk dat we hem niet kunnen definiëren, want het zijn ongeveer 3 miljoen mensen. Dat zijn er best wel veel om plat te slaan tot deze generatie. Ja. En ik denk sowieso dat in heel veel generaties, niet alleen deze generatie, praten best wel heel erg lastig is. Ik bedoel, ook mijn ouders, jullie ouders, zijn ongeveer bijna dezelfde generatie, die vonden praten ook al heel erg ingewikkeld. En ik denk wel dat de 20ers, 30ers van nu aan de ene kant veel meer praten. Er is veel meer ruimte en openheid over psychische kwetsbaarheden, over trauma in feite. Het is veel meer een onderwerp. Yeah. Alleen, en dat is wat Francine natuurlijk ook zegt, je hebt praten en je hebt praten. En er is heel veel oppervlakkig praten waar eigenlijk weinig diepgang in zit of weinig lagen worden aangeraakt die wel echt nodig zijn, denk ik, om ergens verder te komen. En ik denk dat we daar vooral nog niet genoeg aan het praten zijn. Nee, en dat zijn de lagen waar kwetsbaarheid bij komt kijken. Want je kunt natuurlijk praten over ik heb dit, ik heb dat en dat uitzicht zus en zo. Maar echt in de kwetsbaarheid gaan en dan weer dat alles wat ik niemand vertel, dat is denk ik iets wat best moeilijk is en wat we ook nooit geleerd hebben. Maar laten we nu onze handjes weer bijeenklappen, want ik wil Stijn de Vries heel graag aankondigen. Hij is journalist en fotograaf en dus iets langer. Je moet precies weten wat je wil in je 80-jarige bestaan. Geld verdienen om de huur te betalen, af en toe een reis te maken of een rondje op het terras te geven. Je wil je ouders trots maken, je vrienden en jezelf ook een beetje. Je wil je dromen waarmaken. In het buitenland studeren, een indrukwekkende eerste baan scoren of de liefde van je leven ontmoeten. Maar goed, nu zit je thuis met je handen in je beeldig gefeunde haar omdat je niet weet waar je heen wil. Niet weet of je die liefde wel verdient en hoe je die torenhoge huur gaat betalen. Je weet niet hoe je die loonsverhoging vraagt aan je baas of hoe lang je ouders nog leven. En daarom ben je nu al bang voor de dag dat je wees wordt. Je wil meer van de wereld zien en backpacken, maar je rommelige financiën, herkenbaar, vliegschaamte of te weinig tijd houden je tegen. Je wil meer daten, want je bent op zoek naar liefde, zoals iedereen zoekt naar liefde. Maar je wordt niet vrolijk van de mensen die je op dating apps tegenkomt. Je wil seks met iemand die je echt leuk vindt. Geen platte one-night stands meer. Wellicht heb je nog geen seks en ben je ouder dan gebruikelijk nog maagd. Ik weet hoe het is, kan ik je vertellen.
Ik was net 25 toen ik aan mijn seksuele leven begon. Dus weet, je bent niet alleen. Misschien droom je nu al van een fijne toekomst met een huisje, een boompje, een niet te doorgefokt beestje. Maar een huis kopen kan niet en misschien staat dat boompje over tientallen jaren niet meer, maar dragen we zuurstofmaskers om te overleven. Volwassen worden is niet voor watjes. Dat is iets wat zeker is. Ineens moet je energierekeningen betalen. Weet jij veel dat wifi hebben geld kost? En waterschapsbelasting, what the fuck is dat? Je onzekerheid is nog lang niet weg, terwijl je dacht dat je jezelf op deze leeftijd eindelijk oké zou vinden. Je hebt het gevoel dat je steken laat vallen. Dat anderen een mooier lichaam hebben, een betere baan, meer geld, een auto en een koophuis. Twee afgeronde masters en een op maat gemaakt pak. Zit je dan, driehoog, met je huisgenoten in een appartement waar af en toe een rat komt loeren. Oké, maar genoeg met al die ellende, want volwassen worden is niet alleen maar moeilijk. Ik bedoel, je mag ook zelf bepalen hoe laat je thuis komt of zwalkt. Je haalt thuis af als je geen zin hebt om te koken. Laat die rommel in je slaapkamer nog even liggen, omdat je er toch nog geen last van hebt. Je mag bepalen of je een maand op reis gaat of liever je geld spendt op Lowlands. Carrière maakt op de Zuidas of als vrijwilliger mensen in nood helpt. Of je streeft naar een staande ovatie in het theater of naar een schouderklopje in een ziekenhuis wanneer niemand het ziet. Ik hoop voor wie dit hoort dat je liefde vindt, net als blijdschap en het tevreden gevoel over jezelf. Dat je iemand hebt om bij uit te huilen en vrienden waar je avonden zo hard mee kan lachen dat je naar adem hapt. Dat je feest als je dat wil of in bed ligt als je geen zin hebt. Lieve bijna volwassenen, droom groot en werk hard, maar beloof me één ding. Maak ook wat van je leven nu je het hebt. Ja, volwassen worden is niet voor watjes, maar gelukkig kunnen we best wel wat hebben. Maar goed, ik ben toch benieuwd naar advies, dus bij deze, Francine. Hoe overleef ik die donkere gedachten over de toekomst? Dank je wel. Wat een mooi stuk. Dank u. Wat een mooi boek. Jij kunt goed schrijven. Dank. Ja, jij ook. Ga je eens een boek schrijven, denk ik. Sorry? Heb je ook bij jouw dromen ook een boek schrijven, of niet? Ik ben een boek aan het schrijven. Oh, je bent een boek aan het schrijven? Ja. Oké. Ja. Waar gaat het over? Het is een fictie, een roman, over een Turks en een Nederlands jongen die verliefd worden op elkaar, maar dat niet willen. Dus ze zitten allebei best wel heel erg in de kast. En het is een soort geheime liefde. De een goed op, de Nederlandse jongen goed op bij een single alcoholistische moeder. Dus het gaat ook over drugsproblematiek, het gaat over jong zijn, anno nu. Het is best wel een soort grimmige schets van jong zijn. Ja, een soort Romeo en Juliet, maar dan nu. On crack, ja. On crack. Ja. Oké, dat is goed voor de achterkant. Ja. Dus Romeo en Juliet, on crack, ja. Stijn, wat inspireerde jou eigenlijk om dit stuk te schrijven in het boek? Die eerste zin natuurlijk, volwassen worden is niet voor watjes. Ja, zeker. En ik dacht ook van over dat seks hebben, of wel of niet seks hebben, daar heb ik een serie over gemaakt voor Spuit en Slikken, waarin ik zei dat ik maagd was op mijn 24ste. Dus ik dacht eerst, oh, het is best wel logisch om daar dan over te gaan schrijven en om dit dan voor te dragen. Maar toen dacht ik, nee, want ik zit eigenlijk nu met heel andere dingen in mijn hoofd over inderdaad fucking waterschapsbelasting betalen. Wat is dat, weet je wel? Ik weet het nog steeds niet. Ik betaal het gewoon maar. Ja, maar wat ze er precies mee... Weet iemand dat? Het water schoonhouden waarschijnlijk, denk ik. Ja. Dat we schoon water hebben, toch? We hebben maandag een verkiezingsprogramma hierover. Klimaat, nog wat. Nou, kom allemaal. Dan leren we het allemaal. Dan kunnen we die vragen. Jee. Ja. die vragen stellen. Dus ik dacht, ik zit eigenlijk met heel veel vragen... heel veel dingen... Want ik ben echt een type glas half vol... Maar wat ik net allemaal beschreef, dat is wel waar ik soort van... Nou, niet dagelijks, maar waar ik wel vaak aan denk. Van, je hebt een klimaatdepressie. Een lichtelijke, of die begint erop te komen, ja. De toekomst van de wereld, depressie. Toekomst van de wereld, toekomst van de liefde, toekomst van volwassen worden, weet je wel. Dus inderdaad een koophuis, terwijl dan... Hoe dan? Je bent gewoon een beetje depri nu. Een beetje... Maar ben je ook echt depri? Wat zeg je? Ben je ook echt depri? Nee. Oprecht niet. Als ik denk, ja. Nee. Dat dacht ik helemaal niet. Maar je ziet er niet zo uit. Maar dat ben ik ook helemaal. En als het wel zo was, dan had ik het eerlijk gezegd. Maar je ziet dit somber in. Nou, ik heb soms wel dat ik denk, jezus, waar gaan we heen, joh? Wat is volwassen zijn eigenlijk voor jou? Thuis afhalen als ik daar zin in heb. Waterschapsbelasting betalen. Of naar huis zwalken, naar uitgaan. Waterschapsbelasting betalen. Wat is volwassen? Jezelf worden.
volledig jezelf worden in elke zin van het woord. En dat was bij mij, dat duurde al een paar jaar. Dus ik merk nu dat ik ben 25 en ik ben nu echt helemaal volledig mezelf. En ik heb mensen om me heen verzameld, die zitten allemaal daar trouwens, mijn hele crew is mee. Hey. Die van mijn ouders precies zoals ik ben, weet je wel. Terwijl ik zelf als tiener echt in de kast zat en helemaal niet paste waar ik groeide op in Almelo in Twente. Daar paste ik helemaal niet. Dus ik denk dat volwassen worden is vooral heel erg jezelf worden. En ben je dat ook geworden nu? Voel je ja, je zo? Nu echt volledig, ja. Ik kan je een beetje uit droom helpen. Dat gaat een leven lang door, hoor. Ik bedoel, ben jij al, Annette, ben jij al helemaal... Hoe zit het? Nou, dat zelf, dat verandert ook. Wat ik was 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, dat is dan ook... Er is wel een soort kern die mee reist, maar daaromheen veranderen dingen ook wel weer. Dus je bent niet op een gegeven moment klaar. Sorry. Nee, dus ja. Het blijft maar doorgaan. Het zou heel saai zijn als zeg maar dat jij nu af was en dan... Gewoon dat afval gaat door tot je... Jullie worden 100 waarschijnlijk allemaal. Nee, het is mooi wat Annette zegt. Er is een kern. En de kern, als het goed is, leer je steeds beter kennen. Dichter naar de kern misschien. Ja. En ik vind het ook wel het mooie eigenlijk van het leven... dat je jezelf steeds opnieuw kunt vormgeven en uitvinden. Zoals Annette ook heeft gedaan. Die dacht, nou, ik ben wel klaar met illustrator voor andere mensen te spelen. Maar ik ga nu een ander deel van mezelf aanboren. En dat vergt moed, hè? Want een heleboel mensen denken ook van... nou, ik heb nu deze richting gekozen. Dat begint tegenwoordig op je 14e met je profielkeuze. En dan maar vervolgens... en dan ga ik dat de rest van mijn leven doen. Maar dat is niet zo. Nee. En dus... Ik merk maar dat steeds... is ook... Oh, sorry. Mag ik... Ja, zeker. Dat is ook fijn. Dat is ook fijn. Dat je het niet van... oh, god, wat ik nu kies, daar moet ik de rest van mijn leven mee toe. Dat is niet waar. Nee. Je kan echt nog veranderen. Je kan nog bochten nemen. Ja, en je kunt gewoon helemaal het roer omgooien in Portugal. Een bed and breakfast beginnen. Nee, dat is flauw. Maar ja. B&B vol liefde aan meedoen, inderdaad. Ja. Ja. Anne, hoe is het voor jou? Hoe luister jij naar volwassen worden? Is dat iets waar mensen zich heel erg mee bezighouden op dit moment? Sommige mensen wel. Voel jij je volwassen? Voel ik me volwassen? Oh, ik voelde me als kind al volwassen. Die mensen heb je ook natuurlijk. Die gewoon veel te vroeg volwassen. Ja, die veel te vroeg nooit volwassen kind zijn. Ja, dat is misschien dat is soms ook een uitdaging. Hoe kan ik eigenlijk iets meer kind zijn als je gewoon heel volwassen bent? Of als ik jou dan hoor zeggen van hè, de toekomst en er is zoveel... Wat ik voor mezelf in ieder geval heel heilzaam vind... is om vooral niet te ver vooruit te kijken. Maar om vooral in feite... Binnen wat ik kan zien te kijken. En niet veel verder te gaan dan dat, want dat is heel erg overweldigend. Mm-hmm. En ik denk heel vaak, ja, dan is er een verjaardag en dan zegt iemand... oh, ik ben al zo oud. En ik denk dan heel vaak, ja, ik hoop dat ik het word. Ik ben al 33, maar misschien word ik überhaupt nooit 40. Weet jij veel. En om het klein te houden en dicht te blijven bij waar ben ik nu... en waar wil ik misschien morgen of volgende week of zo zijn... dat maakt het een stuk behapbaarder. Want wie zegt er dat we überhaupt 50 of 80 of 100 worden? Geen idee. Maar je hebt zo'n dat boek van de hond, nee, de mol, de vos, de hond, het paard. Dat hele mooie boek met die tekeningen. Daar zit zo'n tekening in en dan zegt hij ook van... hè, als alles je overweldigt, kijk niet te ver vooruit. Kijk naar wat je kan behappen en blijf daar. Dat de dingen gewoon ook organisch groeien. Ja. Dat vanuit het een het ander voortkomt in plaats van plannen. Plannen is behoefte aan controle, is angst eigenlijk. Dus er is eigenlijk gewoon een verschil tussen... leef je uit angst of uit liefde? Oei, ik plan echt alles. Ja, maar de realiteit... Maar de vraag is dan, waarom? Ja, controle. Ja. Gestoorde controlfreak. Ja, echt. En de vraag is, waarom? Waar komt het vandaan? Nee. Dat gaan we nu niet doen, hoor. Ik kan een sessie boeken. Ik kan een sessie boeken. Ja. 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 Trauma net. Ja. Maar je had ook meteen een vraag. Hoe overleef ik die donkere gedachten over de toekomst? Ja, in het nieuwe boek, Hoe overleef ik alles wat niemand vertel... representeert Jonas eigenlijk die stem, hè? Die echt heel erg in zit over de toekomst. En eigenlijk zo erg dat hij helemaal verlamd daardoor is. Echt letterlijk, hij zit gewoon in een freeze, helemaal verlamd. En hij doet niet meer wat hij het allerliefst wil doen. En daardoor wordt hij eigenlijk nog veel ongelukkiger. Wie in de zaal heeft ook last van sombere toekomstgedachten... over de toestand van de wereld? Kijk, dit dan weer wel, hè? Dit is wel representatief. Ja. Bijna iedereen zo'n beetje. Bijna iedereen. En heeft iemand van jullie daar iets zinnigs over te vertellen? Van hoe ga je daarmee om?
Nou ja, eerst even om terug te komen op jou. Waterschapsbelasting staat in de grondwet. Sorry, ik heb hem altijd bij me even laten zien aan de zaal. Ik hou heel veel van politiek, dus ik ben blij dat ik deze vraag mag beantwoorden. Waar we betalen dus om water schoon te houden en zo. Dus ik krijg bijna geen geld van de overheid. Ja, altijd. Er staan heel veel handtekeningen ook van politici. Ik heb hem echt altijd bij me. Nou ja, wat ik er zelf aan doe, ik hou echt super veel van politiek. Alleen als mensen me vragen, heb je vertrouwen in politiek, zeg ik eigenlijk nee, wat heel gek is. Maar ja, ik ben er ook best wel cynisch over. Alleen wat ik zelf dan probeer te doen is mijn eigen bijdrage daarin. Dus zelf actief zijn met politici in gesprek. Wil later ook zelf politiek ingaan. Maar ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Dat je doet wat je zelf kan. Voor een ander is het misschien gewoon stemmen. En dat is ook al voldoende. Ja. Dus eigenlijk als ik het kort samenvat, verander de wereld, begin bij jezelf. Dankjewel. Alsjeblieft. Mooi. Toen ik hoorde dat de zeespiegel ging stijgen, was ik heel bang, omdat we echt naast het strand woonden. Dus als klein kind was ik heel bang voor klimaatverandering. Echt zo erg dat ik niet meer kon slapen en ik eigenlijk echt elke nacht moest huilen en mijn ouders naar me toe kwamen. Dus ik heb heel lang dat gehad. Tot ik op een gegeven moment eigenlijk voor mezelf de rekensom maakte. Ja, als ik elke nacht lig te huilen in mijn bed en ik zelf niet functioneer, daar heeft niemand iets aan. En ben ik eigenlijk gewoon echt een beetje voor mezelf gaan denken, oké, wat voor nut heeft het? Wat ik misschien wel kan doen is goed slapen, de volgende ochtend lief naar iemand lachen op straat. En daar bereik je wel iets mee. Sindsdien lees ik ook geen nieuws meer. omdat ik gewoon weet, ja, ik kan nu niemand helpen in Israël en Gaza. En ik slaap er heel slecht door. En daardoor kan ik mijn werk niet doen. Kan ik niet voor mijn vrienden zorgen. Dus ik filter gewoon echt ook, oké, waar kan ik iets aan doen? En dat is mijn buurvrouw helpen, keuzes maken in de supermarkt, mijn vriendinnen bellen. Als je er geen controle over hebt, waarom zou je dan ook heel veel nieuws over toe-eigenen en er heel erg veel mee bezig zijn? Ja, dus in het kleine. Ja. Ja. En als iedereen dat doet? Ja. Precies, als iedereen voor zijn eigen omgeving zorgt, ja, dan hebben we uiteindelijk de hele planeet. Dat is de kracht van het individu. Ja. Ja, ik dacht heel even dat je ging zeggen, en dat is meteen een soort van sprookje voor Annette. Je woonde aan zee en als je elke nacht moest huilen, dat die tranen dan de zeespiegel stijgen. Ik dacht even dat je dat bedacht had als kind. Maar ik zie het wel voor me in een verhaal. Mijn tranen doen de zeespiegel stijgen. Het is een heel mooi gedicht, is het bijna. Is er nog iemand met vragen of iets wil delen? Laten we nog eentje. Nog eentje. Hi. Hi. Hey. Nou, Stijn, onze gedeelde angst voor de toekomst is, of ja, angst, het is, gaat ook ooit gebeuren dat onze ouders te overlijden komen, toch? Daar hebben we het heel vaak over. Ja. En dat gaat ook ooit gebeuren, dat is onoverkomelijk. Maar ik vind het ergens wel een heel fijn, het klinkt misschien stom, dat ik dat en met je kan delen en dat als het ooit gebeurt, dat ik ook bij je terecht kan. Dus ook al weet ik dat die donkere dagen er ooit zullen komen, vind ik het ook heel relaxed en een gerustgevend gevoel oprecht dat ik dan naar Stijn toe kan en naar andere vrienden ook. Maar dat delen helpt soms ook. En je kunt niet altijd alles oplossen, maar je kunt het soms wel de donkere gedachten die erbij horen of de zwaarte op je schouders samen dragen. Althans, zo ervaar ik dat. Ja, in verbinding dus weer. Ja, samen, precies. In plaats van alleen. Ben je het daarmee eens, Stijn? Vind je dat ook? Of heb je helemaal niks aan mij? Ik vind het eigenlijk een hele goeie inderdaad. Want over die sombere gedachten van de toekomst, letterlijk de hele zaal stak zijn haar hun hand op. Je bent niet alleen. Dus je bent niet alleen. En inderdaad, je kan dus ook in je vriendschappen, wat ik ook zei, van ik heb echt de liefste vrienden die er zijn. Dus dat je ook daarin dat kan dragen met meer mensen. Ja. Ja. En je kunt het versterken. Ik zie dat altijd zo'n beetje als howling with the wolves, van die wolven die naar de maan huilen. Of inderdaad het lichter maken voor elkaar, met elkaar. Ja. En inderdaad elkaar hoop geven en doen wat je kunt doen. Hopen jullie allebei met je boek, is dat een soort van verwerkingsproces voor jullie allebei? Voor jou dan, voor die doemgedachten bijvoorbeeld? Of hoop je mensen steun te geven in je boek? Oh, ik zit er echt nu midden, echt vuistdiep in. Ik ben op de helft. Dus het is echt respect. Want ik dacht, oh leuk, ik ga een boek schrijven. Nou, mensen, doe het niet. Nee, boek schrijven is niet voor watjes. Oh, dat is een goeie. Dat ga ik de volgende keer voordragen. Ja. Nou, nee, want het is in zoverre fictie dat alles wat ik beschrijf heb ik niet zelf meegemaakt. Dus het staat oprecht heel ver van me af. Behalve bijvoorbeeld in de kast zitten, angsten, weet je wel, wat ik beschrijf, zeg maar, dat ken ik wel.
Maar ik denk dat wat ik met mijn verhaal wil vertellen is inderdaad dat liefde universeel is. En dat waar je opvalt, wie je bent, dat het allemaal helemaal niks uitmaakt. En dat inderdaad dus liefde wint. En dat is op zich best wel een soort oud cliché ding. Maar dat op een soort van nieuwe manier vertellen. Plus, ik hoop wel inderdaad steun te bieden aan mensen die het lezen en denken... Nogmaals, ik ben niet de enige. Zoals ik in het stuk ook zei, dat is het, denk ik, het allerkrachtigste. Als je jezelf gerepresenteerd voelt of terugziet, of waren dat op een scherm, op je telefoon, in een reclame, in een film, dat je ziet, oh, ik ben niet de enige. Want ik dacht dat vroeger de hele tijd over in de kast zitten in Twente en niemand kennen die oké was. En dan zag ik op tv, ja, ik zag dan Gerrit Goor op tv, maar voor de rest alleen maar HEMA reclames met hetero stellen. Dus ik denk dat representatie is daarin alles. Dus ik hoop dat ik dat ook met dat boek bereik. Ja. Ik merk ook wat emotie nu je dit zegt. Denk je dat je er expres voor hebt gekozen om toch iets verder af te staan van je boek? Denk het wel. Ja? Ja, ik hou er niet zo van. Zeg maar, met vrienden en familie kan ik best wel een soort van mensen dichtbij me laten. Dat wel. Is het nou ik aan het schrijven en in de stress zittend? Ik wou dat het er zo uitzag, maar ik zit dan echt als een garnaal. Ik zit echt zo te tikken. Sorry. Nee, ik kan dus zeg maar vrienden en familie, die kan ik wel dichtbij laten in bepaalde mate inderdaad. Maar alles daaromheen niet zo snel. Dus ik ben best met mensen die wat verder van me af zijn, ben ik best wel een soort van kat uit de boom kijkend. Yeah. Niet meteen het achterste van mijn tong laten zien. En ik denk dat in het boek... ook omdat ik... Het idee dat ik heb is... denk ik oprecht interessanter dan als ik mijn leven zou... snap je, op een fictieve manier zou beschrijven. Want zo ik heb echt een heel fijne, chille jeugd gehad. En dat is allemaal helemaal koekenij. Ja. Dus dan denk ik, ja, als je dat dan zeg maar... daar een pagina-vullende roman voor wil schrijven, dan... Ja. Ik zat in de kantine, weet je wel. Dan heb je een hoofdstuk over de kantine elke keer. Dat is niet zo boeiend. Het kan ook heel boeiend beschreven worden. Zeker. Ja. Herken jij dat, Francine? Dat de personages in je boek hebt... verwek je jezelf daar ook deels in? Ja, dat kan bijna niet anders. Ik denk dat het komt uit jou. Dus het heeft iets met jou te maken. En ik denk als je over dingen gaat schrijven die totaal niks met jou te maken hebben... die echt dat het gewoon helemaal niks wordt. Want je kunt... Geen recensie van jou, hoor, over mijn boek Doodeng. Nee, maar je hebt net gezegd dat de onderliggende, de emoties, de gevoelens, die zijn wel van jou. Alleen je hebt het in een fictief jasje gestopt. Nou ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik heb twee personages. Dus die Turkse jongen en die Nederlandse jongen. En ik merk dat ik heb wel heel veel van mezelf, dus wat creatiever en zo, in die Turkse jongen gestopt. Dat klopt. Dus in die zin... past dat wel. Dus qua karakteromschrijving en hoe ik mezelf zie en hoe dat heb ik wel dan in hem gestopt, of hoe zeg je dat, beschreven. En die Nederlandse jongen die staat er weer heel ver van me af. Dit is dan een guy die soort van heel stoer probeert te doen voor de buitenwereld en op het schoolplein aan het paffen is, weet je wel, dat. Maar ik denk eigenlijk dat bijna alle personages zijn delen van ons. En sommige zijn hele primaire delen van ons. En andere zijn misschien wel verstoten delen van ons. Maar het komt allemaal uit ons. Het kan niet anders. Als schrijver zijn we dan. En wanneer komt het boek uit? Nou schat, als staf is. Ik hoop echt dat... Dat is het allerbeste antwoord. Als staf is. Nou, mijn uitgeverij wil eind volgend jaar. Ja, eind volgend jaar. September, oktober. Niks van aantrekken. Als staf is, is het af. Ja, zeg maar dat ik het gezegd heb. Ja. Als Francine het zei. Heeft iemand dit op film? Dan kan ik het altijd sturen. Het is allemaal gestreamd, hè? Nou, top. Ik kan het zo laten zien. Top. Dan ga ik het doorsturen. Hey Willemijn, als je kijkt. Uitgever. Ja, ik heb 25 jaar op deadlines gewerkt. Ja. Zoals jullie weten, elk jaar een boek. En dan het is uiteindelijk niet gezond, hoor. Het is, je loopt wel een beetje op... Dus hoe overleef ik een boek schrijven? Ja, het volgende boek? Oprecht. Ja, nee. Het volgende boek. Maar het is gewoon... Ja, het is, je komt jezelf aardig tegen. Ja. Laten we het daarop houden. Psilocybine. Ja. Deze avond is afgelopen. Dankjewel voor jullie hele lange geduld. Ik wil jullie ook allemaal heel graag bedanken. Daar haak ik even op in. Francine Oom bedankt. Annette Schaap bedankt. Maar natuurlijk Stijn, Lena en Anne bedankt. Maar er is nog een derde ronde bij de bar. En ik nodig jullie allemaal uit om lekker een drankje te komen drinken. Daar zal iedereen ook nog even blijven zitten. En bedankt en fijne avond.